De afstanden in ons nieuwe ziekenhuis zijn erg groot. Daarom heeft het Erasmus MC 3 golfkarren geregeld voor patiënten die niet zo ver kunnen lopen. Deze karren rijden op werkdagen heen en weer tussen het plein, de passage en de arcade. De golfkarren kunnen vanwege de veiligheid niet harder dan 6 km per uur en hebben een fietsbel. Daar is hij. Verder zijn er 3 vaste opstapplekken. Maar de chauffeurs stoppen ook tussendoor als iemand aangeeft mee te willen rijden. Anildo, sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis reis jij patiënten. Wat vinden ze ervan? Ja, de mensen zijn echt super enthousiast. Ze zijn hartstikke blij dat we ze mogen brengen natuurlijk. En ze vinden het gewoon gigantisch natuurlijk, de afstanden die ze moeten lopen. Dus vandaar dat ze ons ook wel dankbaar zijn dat we ze kunnen vervoeren, zeg maar. En eigenlijk het belangrijkste, wordt er veel gebruik van gemaakt? Ja best wel. Want ik denk dat mijn collega en ik zo tussen de 160, 170 ritten per dag maken, zeg maar. De golfkarren worden nu nog gehuurd, maar als blijkt dat het een succes is, schaft het Erasmus MC zelf karren aan. In huisstijlkleur en met oranje zwaailicht. Waar gaan we heen?